Yes, mensen. Welkom terug bij weer een nieuwe video. Leuk dat jullie weer kijken. Ik heb vandaag voor jullie een benentraining. Niet een benentraining van mij. Deze is van Chris, een maatje van mij waar ik af en toe mee train. Ervaren powerlifter, dus af en toe leuk om een soort bodybuilding / powerlift training mee te doen. Dus luister lekker mee en let's get started. We beginnen met de squats met de barbell. Dus denk ik voor mij 2 jaar geleden dat ik een barbell heb gebruikt met squatten. Zoals je ziet, ik ben het totaal niet aangewend. Ik vind de Smith machine veel fijner om meer focus te leggen op mijn quads. En omdat ik nog steeds een overbelaste adductor heb aan mijn linkerkant, hou ik deze oefening lekker licht aan. Ik ga geen risico's nemen. Ik pak gewoon zoveel mogelijk reps die ik eruit kan halen. Ik doe hier 2 setjes van. 2 setjes tussen de 10 en de 15. Dus valt reuze mee. Maar gewoon omdat ik al even geen barbell squats heb gedaan, wou ik het ook niet te extreem doen. En hou het gewoon lekker licht om geen verdere blessure op te lopen. En hier hebben we Chris. Chris is dus puur bezig om sterker te worden. Dus doet geen high reps zoals ik doe. Nee, Chris doet gewoon tussen de 1 en 3 reps. Om gewoon echt alleen puur kracht op te bouwen voor zijn squat movements. En dan gaan we door naar de leg press. Hier ook niet te zwaar, omdat ik nog steeds met mijn adductor zit. Maar wat wel kan, is dat je de oefening zwaarder maakt voor je eigen. Dus je ziet, we hebben er niet zoveel gewicht op. Ik denk iets van 210 kilo uit mijn hoofd snel. Maar wat ik hier doe, ik haal hem naar beneden. Niet te snel, iets rustiger. En als ik hem beneden heb, hou ik hem 1 tot 2 seconden vast. Dus een pause rep. Zorg ervoor dat je nog meer spanning krijgt op die quads. En ik doe hier iets van 3 sets. Alle 3 rond de 20 reps. En geloof me, met deze pause reps heb je totaal niet super zwaar gewicht nodig en je haalt er nog steeds het maximale uit deze oefening. Dus kijk ook voor jou het fijnste is. Vind je het fijner om zelf zo zwaar mogelijk te gaan? Doe gewoon wat je fijn vindt. En als je een blessure hebt, kan je gewoon wat lichter pakken. Maak de oefening gewoon zwaarder voor jezelf om ook gewoon de resultaten willen te behalen die je wilt behalen. Halverwege zijn we nou bij de calf press, bij de leg press. Waarom we nou al calves doen is omdat Chris het voornamelijk fijn vindt om calf raises met de leg press te doen. En we hadden de leg press een beetje half vol hangen. Dus doen we er gelijk achteraan calf raises. Hier 4 sets van. Maar na onze calf raises doen we gelijk dumbbell side delts. Want Chris zei tegen mij, dumbbell side delts die herstellen sneller. Daar hoef jij geen 3 dagen of 4 dagen voor op te wachten voordat die hersteld zijn. Dus hij heeft een schema waar hij denk ik om de 2 dagen zijn side delt mee pakt. En ik moet zeggen, best wel slim. Zo kan je meerdere keren jouw side delt aanpakken, want je wilt er nou niet grote schouders hebben. En als ze al zo snel herstellen, natuurlijk moet je het ook zelf aanvoelen. Dan kan je makkelijk tussendoor tussen je benentraining of zelfs tussen je rugtraining een setje dumbbell side raises pakken. En dan gaan we naar de seated leg curl om die hamstrings goed vol te laten lopen. Nu alleen quads gepakt, maar natuurlijk pak je ook wat hamstrings bij die oefeningen. We doen hier 2 sets van. 2 sets tussen de 15 en 20 herhalingen. Deze leg day ben ik puur hoog on reps, omdat ik deze machines niet veel gebruik, bijna nooit. Dus ik ga hier ook niet mijn max uitproberen. Dus daarom ga ik iets lichter, hoger in reps, om het safe te spelen op mijn spieren, dat geen blessure oploopt. Dan gaan we door naar de single leg extension. Hier doen we eerst 20 reps op onze linkerbeen. En als we die klaar hebben, gaan we gelijk door met onze rechterbeen, die voor mij iets zwakker is. En dan haal ik er iets meer uit dan die 20 reps om die rechterbeen te evenaren met mijn linkerbeen. Het mist hier ongeveer 0,5 centimeter. Lijkt niks, maar als je toch zo in de spiegel kijkt, dan is het toch een klein verschilletje. Dus daarom pak ik iets meer met die rechterbeen om toch gelijk te komen met mijn sterker dominante been. Dat is mijn linkerkant. En
En dan gaan we nog wat standing adductor pakken. Ik ben liever een fan van de zittende variant van de adductor oefening. Maar hier hebben ze alleen de standing single. Dus je pakt eerst gewoon je rechterbeen. En dan draai je het ding waar mijn been op hangt naar de andere kant toe. En dan kan je ook je linkerbeen pakken. Dat is een hele leuke en best wel interessante oefening. Wat je het liefst wil is dat het been die je niet gebruikt zo ver mogelijk op de zijkant plaatst. Zodat je het been die je wel gebruikt zo dicht mogelijk naar je andere been kan doen. Om zo het meest gebruik te maken van de full range of motion. En dan gaan we al door naar de laatste oefening van deze leuke training. Dat is de abductor om de buitenkant billen en wat zijkant benen mee te pakken. En dat was het einde van de video. Ik hoop dat jullie deze leg day leuk vonden. Als jullie meer video's samen met Chris willen zien, geef vooral een like. Abonneer ook op het kanaal, kom ik zat leuke content. En dan zien jullie mij weer de volgende keer.